Het is zover. Het maakt niet uit wat ik ga vertellen, want de titel heeft alles al verraden. Ah. Maar het is zover. Het is tijd voor de unboxing van de one and only Nintendo Switch. Oh, wat ben ik hyped. Ja, ik wil hem aandoen. En anders zitten we allebei op hetzelfde shit. Ik dacht, maar ik doe ook al wat anders. Mm. Maar het is zover. De Nintendo freaking Switch. Ik hoop dat jullie er allemaal net zo hyped over zijn als dat ik ben. Wat is het ook een prachtige doos. Hij is best klein. Hij is prachtig. Hij is echt best klein. Moet je kijken. Hij is echt super klein. Dit is de doos. Super chill toch? Anders zit je met dat zo. Hij is echt super klein, maar echt super chill. Anders moeten we echt zo... vet hard tillen. Awesome. Maar dit is hem. Dit is het magische geluid. We gaan namelijk het lipje openen. Gaat. Dit is ook echt de allereerste doos met de Switch die ik open. Nee mensen, ik heb ook geen Advantage. Dit is de eerste die ik open. Trouwens, Nintendo. Thanks. Bedankt. Hartstikke bedankt. Super awesome. Oh. Maar het gaat gebeuren. Eigenlijk moet hij zo licht ook komen. Oké, okay, dat komt hij. Ja. Yay! Oh, dat is super cool. Maar de mensen zien het niet. Kijk hoe vet het eruit ziet. Ja, er zijn vast duizenden mensen die hem al geopend hebben. Maar dit is ook onze allereerste Switch die wij openen. Holy moly, ik ga het gewoon doosje zo. Nee, ik ga eerst het scherm eruit halen. Wat moet ik nou eerst doen? Oké, ik ga eerst het scherm. Oké. Wow, dit is echt een happening. Ik ga gewoon eerst het scherm eruit halen. Dit is de eerste die ik open, hè. Oh, hij is zo cool. Kijk, dames en heren, ik presenteer jullie allen... De Switch. De Switch. De Switch. De Switch. En dan kan je hem... Komt-ie? 1, 2. Wee! Oh, kijk hoe vet. En nu zetten we hem zo neer. Voor jullie beeldvorming, kijk, we zetten hem letterlijk op dit klepje. Zetten we hem zo neer. Kijk, dit is een stuk beter. Nu kunnen jullie zien hoe wij onze Switch hebben staan. Maar, jullie zien nu ook de helft van de doos. Die staat zo mooi in verpakt. Nu is het tijd om de Joy-Cons eruit te halen. De Joy-Cons. Lego 2. Oh, dat is lekker. Jongens, ik ben alvast aan het gamen. Player. Yes! 1. Ja, wil jij de magische moment doen met jij doet die kant. We mogen hem eindelijk erin schuiven. 3. Okay. Nee, wacht. Stop. Leg deze opzij. Dit is voor Play 2. We hebben namelijk... De rode en de blauwe! Wou je eerst de achterkant laten zien? Nee, de rode en de blauwe. Oh, daar ben ik zo blij mee. Oh, ah. Wat vinden jullie nou? Wat hebben jullie aangeschaft? Rood en blauw. De gekleurde of de grijze? Ik vind de gekleurde heel apart. Vind ik heel cool. Mijn Switch. Echt mooi. Die is gewoon... Ga je het nu al doen, Rick? Nee, wacht. Ik leg hem niet in. Maar ze voelen ook zo lekker. Mijn Switch is sowieso rood en blauw. Komt die eruit? Maar hoe vind jij ze voelen? Hoe voelen ze? Een beetje zacht, maar... Dat is toch juist fijn, soft. Ja, dat is fijn, inderdaad. Ik bewaar altijd, hè. Mensen moet je altijd doen. Bewaar altijd al je doosjes. Oh, kijk, ik heb ook nog de strips. Ja, zeker. En er zit nog eentje in, als het goed is. Ja, dat is natuurlijk... 1, 2. Okay. Dus zo zien ze eruit. Nee, die zijn van mij! Afblijven. Oh, sorry. Kijk hoe mooie kleur ze hebben. Die zijn van mij! Mijn is... Dit. Jij mag de grijze, ik wil de blauwe en de rode. Oké. Okay. Weet je hoe vet dat is? Ja, dan moet er iemand hebben. Ah. Weet je hoe vet? Ja, zo. Ik heb ze goed. Kijk, het verschil. Rood en blauw. Ik zou het zo laten zien. Kijk, oh, rood is vet cool. En de blauw is ook vet awesome. En nu heb je de grijze die... Oh, wat doe je? Sorry. Nee. Oh, je besloopt gewoon mijn Switch. Ik wou naar voren en ik zat in de weg. Ja. Ik ben niet zo rood, jij kan zo overheen. Ja. Ga je nou doen? Zonder... Wacht. 3, 2, 1. Oh. Hey, weet je wat? Nee, niet eruit. Oh, wacht. Komt hier 1, 2? Dus... De Switch. De video is afgelopen bij deze. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder. Drie keer raden wat ik ga doen. Hey, hallo. We hebben nog veel meer. Oh ja, tuurlijk. Grapje. Ik zet hem alweer neer. Hé, maar dit trouwens. Ja. Ja, leg eruit. Ja. Hiermee kan je dus... het leuke aan de Switch is... Je speelt vooral nooit alleen. Dat is ook het hele principe ervan. Hè? Je hebt altijd een controller bij je voor een tweede iemand. En je kan hem meenemen, portable. Je kan hem
installeer op je dock. Die zullen we straks op verwijzing komen. Maar het mooie is, als je deze strips... Je hebt het verkeerde gepakt. Zie je, je bent gewoon... Ik was al aan het kijken. Nee, dit is min. Dit is plus. Dat maakt niet uit. Je ziet het maakt niet uit. Ja, nee, ik heb hem wel goed. Ja, ik heb hem ook. Ik had wel de verkeerde. Je kan het als een extra bump, kan je dit er dus opzetten. En die kan je dus weer los trekken. Ja, je kan hem indrukken. En dan kan je hem dus... Hier zo. Waarom krijg ik hem niet? Zie je een knopje? Ik ben echt heel voorzichtig altijd met dit soort dingen. Ja, ik ben altijd bang dat ik iets fouts doe. Hier, zie je? Het gaat wel, maar het is natuurlijk een nieuwe. Ik ben heel voorzichtig. Oh, kijk. En dan kan je hem zo weer losmaken. En dan kan je hem ook zo weer vastzetten. Maar het leuke hiervan is, je kan dus altijd, heb je dus een controller, een pookje, knopjes, ABC, pijltje bovenonder. En natuurlijk de twee achterbumpers, of althans nu bovenbumpers. En dan kan je altijd onderweg, kan je dus als je dit mee hebt, kan je altijd met iemand een spelletje spelen. Kan je zo... Ready, steady, af. Jij bent af. Dus we hebben hier de grijze, compleet. Maar als je denkt dat dit het enige is wat je met die pet kan doen, ik ga het zo even afhalen. Tuurlijk. Je kan natuurlijk ook aan de gekleurde doen, of course. Kijk, hoppa, zo, eraf. We gaan er gewoon de grijze als voorbeeld gebruiken vandaag. We hebben namelijk ook nog de, zeg het! Joy-Con houder. Yes, de Joy-Con controller. Dus die gaan we even lospeuteren. Komt-ie. Joy-Con controller. Kijk hoe fancy. Hier heb je dus eigenlijk een soort van tussencontroller, waar je dus je Joy-Cons, 1, 2, kijk, in kan klikken. Dus je hebt altijd, als je op je bank zit of onderweg, kan je zelfs dit ook onderweg gebruiken. Want het is maar net wat jij het prettigste manier vindt om te gamen. Het is best wel chill. Ik vind het ook chill hoor. Hierbij zit natuurlijk... Voor mij is het ideaal. En dit is, vind ik, hier ben ik altijd heel erg fan van. En dat is geen grap. Een oplaadkabel. Maar dat is nog niet alles. Want we hebben namelijk ook maar liefst de Pro Controller! Deze is super awesome. Dit is eigenlijk de controller die je hebben wil. En dat is geen grap, dat weet iedereen. Ja. Dames en heren, ik presenteer jullie allen de doorzichtige... Ik weet niet of je het kan zien, kan je dat zien? Wacht, kijk of ik het kan doen vanaf hier. Ja, dat kan wel. Oh, wacht, misschien zie je het al. Dat kan ook. Kijk, oh, hij is doorzichtig. Maar de kans dat wij misschien onzichtbaar... Nee, we zijn best scherp, toch? Ja. Hé, kijk, dames en heren. Waarom heb je de achterkant? Je laat er niet de achterkant zien. Je moet de voorkant laten zien van de Switch. Maar de Pro Controller, hij is doorzichtig. Weet je waar me dit aan doet denken? Doorzichtige doet me denken aan de... Beetje Game Boy Advance. Vind ik zo cool. Dat ze... Nee, maar... Ik snap het. Hoe lang is het geleden dat er een doorzichtige controller of iets is geweest? Dat heeft veel lang geduurd. En ik vind dat echt super awesome. Dat is voor mij mijn vergelijking. En het voordeel is, en dat vind ik het allerleukste aan de Switch, is dat er nu ook een soort van gevoelstechniek in de controller zit. En dat is heel raar. Het is ook best wel eng eigenlijk. Dat je iets vast hebt dat je denkt van, wat trilt er in mijn hand of wat voel ik? Ja, precies. Ja. Het toffe is aan de Pro Controller. We hebben als Splatoon 2 mogen spelen op het Nintendo Switch event. En dat is super cool. Je kan zelfs het beeld, kan je gewoon zo, kan je het beeld mee bewegen. Dat is toch super sick. En het ligt echt ziek lekker in de hand. Ik bedoel, als je achter de tv zit, is dat super chill. Dit is ook echt tof om te spelen. Alleen ik ben persoonlijk wel echt fan van de Pro Controller. Ik heb nog geen keuze gemaakt. Ik vind ze allebei chill. Ze zijn allebei super cool. Alleen ik persoonlijk ben meer fan van de Pro Controller. Oké, ja, dat kan. Maar hij is echt ook super lekker in je hand zitten. Is hij voor jouw handjes ook goed? Kijk, als je vergelijkt je handen... Voor mijn handen is het perfect. Ik bedoel... Maar voor mij is die ook perfect. Ik heb gigantische grote handen. Ja, dus voor mij is het ook echt ideaal. Super chill. Nice. Oh. Nu we de Pro Controller gehad hebben, hebben we natuurlijk ook een hele mooie adapter erbij. Een oplader. Kijk. Heel spannend. Het is gewoon een oplader. Maar het is wel echt super handig. En dat wil ik even als volgt doen. Het toffe van de Switch is, je kan hem natuurlijk op meerdere manieren spelen. Je kan hem in je dock hebben of in de Switch stand, in de holder, de dock, hoe je maar noemen wil. Je kan hem zo neerzetten als scherm. Dus dat je gewoon met je controller in je hand houdt. Dus deze kan ik hem zo spelen of met de Pro Controller of hoe ik hem maar wil. Alleen het allermooiste is nog, je kan hem dus ook, wat ik al zei, als handheld meenemen onderweg in de trein, in de auto, in het vliegtuig, waar je maar naartoe wil. En dat is het toffe van de Switch. Waar ik het met jullie over hebben wil, is dat het allertofste wat ik nog vind, is dat als je een universele oplaadkabel hebt, kan je hem gewoon altijd portable opladen. Iedereen heeft tegenwoordig een powerbank, ja. Dus maakt niet uit wie of wat, maar als je een powerbank sowieso al hebt, kan je hem gewoon super chill opladen. Ik vind het hartstikke handig. Ik ook. Komen we bij het volgende aan. Dieping gaat van de doos af. Dieping. Kijk, het allertoffe is nog, je krijgt zelfs een Joy-Con controller bij je
Switch. Dus dat is ook nog super tof. Alleen deze was volgens mij niet oplaadbaar. Deze was niet oplaadbaar. En deze wel, kijk. Okay. Maar dat geeft niet. Je krijgt hem erbij, dus het is echt wel super chill. Het is wel je kan meteen spelen. Zo, we leggen alles neer. Het is echt een gezellig putje hier. Natuurlijk zitten daar weer de Switch strips bij. Dus die je op de Joy-Cons kan plaatsen. Zeker. Twee stuks. Ja, dit vind ik ook super tof. Een HDMI-kabel. Super handig. Hey. Echt altijd handig. Weer een oplader. Dat is natuurlijk voor de tv. Hey. Ja, super standaard opladers. Maar nu komt het het belangrijkste. Dames. En heren, ik presenteer jullie het allervetste snufje van 2017. Namelijk de Switch-houder voor op je televisie. Kijk eens hoe maar mooi. Maar ook gewoon in het überhaupt. Ja, maar het vet ook is weer. Het is mat, een beetje matachtig en daar opheen zit hele hoge lak. Kijk hoe cool. Zal ik hem anders even scherp stellen? Kijk. Oeh. Oh, oh. Kijk, de Switch. Kijk, vet. Ja, daar zijn we weer. Hallo. Het allervetste wat ik nog vind, en daar ben ik zelf heel erg fan van. Ik vind kabels verschrikkelijk. Echt, geloof me, iedereen zal dat hebben. Geloof me, iedereen. Dat vind ik het toffe van dit. En dat is geen grap. Het kabel wegwerkvakje. Je kan dit zo klik eraf trekken. Ja, ja. En hier, in de zijkant, kijk, gaan al je kabels. Nou, en dan kan je gewoon keurig hier zo via dit vakje zo, kijk. Doe hem dicht en kan je hem dus alle kanten... Kan je die kabels op laten doen. Er gaan 3 in als het goed is. En volgens mij sowieso je HDMI. Ja, HDMI. Je kan een USB erin doen. En je kan je AC adapter erin doen. Dus het is super handig. En hoe ziet het dan uit? Vraag je je af. Nou zo, let op. 3, 2, 1. That's it. En hij heeft ook 2 USB poorten. En je kan aan de zijkant nog USB doen. En dan kan je zo die cons eraf halen. En nu heb je een heel en nu heb je oude. Gewoon... Dus weet je, dus kijk gewoon op de televisie spelen. Ja, dat is ziek. Dit is echt vet. Dit is echt, echt. Dit is zo tof mag bedacht. Mag ik het een keer doen? Ik heb dat nog niet gedaan. Nou, 1 keer vooruit. Ik wil even voelen hoe dat is. Dat is toch cool? Ja. Dit is echt super cool. En dan, ja, dan pak je bijvoorbeeld als je zoiets hebt van... nou, hè? Ik ga op de televisie spelen. En je doet zo je Joy-Cons erin. En dan ga je gewoon lekker rustig op de bank ga je spelen. Dan ga ik lekker zo spelen met ja, mijn Joy-Cons. Ja, mocht zoiets hebben van, ik ben klaar en ik ga tegen Eva spelen. Zeg ik, hier, alsjeblieft. 4. Oh, je hebt hem al afgehaald. Wat afgehaald? Ja, we spelen natuurlijk wel op rood, oh, rood okay, en blauw. Okay. Kijk, en dat doe ik zo. En dan gaan we bijvoorbeeld koeienmelk of zo. Oh, wacht, nee. Of we gaan schieten. Of we gaan champagne schudden zo. Of scheren. Of scheren. Ja, scheren. Of bordjes draaien op een plaatje. Maar, mocht je daar meer van willen zien. Vandaag staat de hele dag op mijn kanaal in het teken van de Nintendo Switch. Ik ben persoonlijk enorm hyped. En dat is geen grap. Ik wacht al heel erg lang op de console. Ik ga vandaag alle spelletjes die ik hier heb... Oh, die hebben we nog niet eens laten zien. Oh, we hebben natuurlijk snipperclips. We hebben... Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Ik moet de papiertjes zelfs nog afhalen. Wij hebben... Shodan. 1, 2... Nee? Switch! 1, 2, Switch. En iedereen weet gewoon dat wij Zelda hebben. 1, 2, Switch. En snipperclips. En de snipperclips. Dus jij gaat vandaag... Oh, trouwens, dit hebben we nog niet eens laten zien. Dit zijn trouwens de games. Kijk hoe klein deze games zijn. Echt super awesome. En die doe je dan hier zo. Zo. En dan... That's it. That's your game. Je kan overal kan je hem gewoon meenemen. En dan als je hem niet wil, dan switch je hem eruit. Switch hem. En dan, hoppa. En dat doen we weer in je doosje. Maar, dus wij hebben vandaag Zelda. We hebben 1-2 Switch. We hebben snipperclips. Dus ga vandaag. Krijg je gewoon 4 video's. De unboxing hebben we gedaan. Je krijgt 3 gaming video's nog in de middag. Dus ik zou een duimpje omhoog zeer zeker tof vinden. En het leuke nog is... Er zijn ook weer nieuwe Amiibo! En wij hebben Zelda, of althans Link op een paard. We hebben Link op een paard. Nee, dit is Zelda toch? Dat is Link. Oh ja, dit is Link van, sorry, grapje. Kijk hoe vet. Boom, Link. Paard, de rider. En die Amiibo kan je dus ook weer connecten door je, volgens mij was het je linker of je rechter controle. Ik weet eigenlijk niet. Maar je kan hem gewoon connecten. Dus dat is weer super awesome. Alleen, nog 1 vraag. Ga jij de Switch als eerste binnen of buiten spelen? Ja, wat ga jij doen? Binnen. Maar daarna meteen naar buiten. Ik bedoel, ik ga hem sowieso ook buiten gebruiken. Ik reis veel met de trein en al. En ik ging naar school. Maar
Hey, hallo. Hallo. De Switch. Switch. De. Dus, hopelijk vond je dit een leuke video. Druk je op het duimpje omhoog. Het zou super awesome zijn. Ik hoop dat jij net zoveel zin hebt in de Switch als dat ik ben. En Eva is natuurlijk. Dus wij gaan vanmiddag. Dus vanmiddag zul je dus One to Switch. Zelda ga je tegenkomen. En snipperclips. Hopelijk zie ik jou bij die video's ook. Dus een duimpje omhoog zou super tof zijn. Zeg ik tegen de mensen. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao.